Wie wil een onvergetelijke dag plezier en ontspanning met het hele gezin? Een hele dag lang amusement in de natuur aan het water? Geniet samen met kinderen, familie en vrienden in Forel Dorado. Forel Dorado is een gezinspark in het hart van Zuid-Limburg, gelegen in een idyllisch landschap bij het stadje Gulpen. Een dagje in dit veelzijdige park is een geweldige belevenis voor jong en oud. Forel Dorado biedt namelijk vele attracties op en rond het water. Avonturiers zonder hoogtevrees bijvoorbeeld kunnen hier de wildste sprongen maken. Behalve de opwindende foreljump kun je ook volop stunten met een waterscooter. En dan de kleine avonturiers die in het speelpark gewoon niet kunnen kiezen tussen de vele schommels, glijbanen en andere verrassende kleurrijke toestellen. Naast vele wervelende attracties is Forel Dorado ook leerzaam. In het paviljoen van de forellenkwekerij maak je kennis met de wereld van de forel. Deze vissoort heeft een heel eigen manier van leven en voortplanten. Zoals iedere zalmachtige voelt de forel zich alleen thuis in helder, zuurstofrijk water. Niet te warm, niet te koud, op zo'n constante temperatuur van ongeveer 15 graden Celsius. Om de forellen in een goede conditie te houden, wordt de kwaliteit van het water voortdurend bewaakt. Via een ingenieus systeem van leidingen en overlopen stroomt steeds helder bronwater door alle bassins. Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjesforellen is duidelijk te zien. Het volwassen mannetje heeft een haakvormige onderkaak. Terwijl het vrouwtje die sterk oplopende kaak niet heeft. Het kweekproces begint met de duizenden eitjes van de vrouwtjesforel die de kweker heeft afgestreken. Deze worden bevrucht met het zogenaamde homvocht van het mannetje. Het geheel wordt met een reigerveer gemengd zodat alle eitjes bevrucht zijn. Na grondig spoelen worden de eitjes in speciale manden gelegd, waar constant zuurstofrijk water onderdoor stroomt. Na ongeveer 19 dagen ontstaan er in ieder eitje twee kleine zwarte puntjes. Het zijn de oogjes van een vis in wording. Na 24 dagen zijn de eitjes al veranderd in kleine larven die zich voeden met voedsel uit hun dooierzakjes. Grote zorgvuldigheid worden steeds alle dode eitjes en visjes verwijderd. Het water moet immers schoon en zuurstofrijk blijven. Tot 3 weken is het voedsel uit de dooierzakjes verbruikt en zijn het jonge visjes die regelmatig moeten worden gevoerd. Aangezien de groei niet gelijk is, worden alle visjes op grootte gesorteerd. Na zo'n 4 maanden zijn de visjes 3 centimeter lang en worden ze 5 tot 6 keer per dag gevoerd. Al zijn de visjes nog zo klein, ze leren al snel dat ze hun beurt niet voorbij moeten laten gaan. Het duurt 1 jaar en het kost nog heel wat kilo speciaal voer en veel, heel veel zuurstofrijk water
voordat de vissen 15 centimeter lang zijn. En nog een vol jaar later zijn de forellen zo'n 25 centimeter lang en wegen 250 gram. Het kweekproces is niet eenvoudig en vraagt veel geduld en zorgvuldigheid. Het resultaat is te zien in de kweekbekkens van Forel Dorado. Fraaie, levendige en gezonde forellen. En dan is er nog de collectie zoetwatervissen, zoals de brasem, steur, baars of deze fraaie goudkarpers. Ook kun je in het park allerlei exotische dieren bewonderen, die je misschien nog nooit van zo dichtbij hebt gezien. Rustig even op adem komen en een hapje eten kan in Forel Dorado volop. Overal zijn gezellige hoekjes en terrassen en het restaurant is altijd open. Vissers slaan hun hengel uit en profiteren van de stilte en het geruis van de populieren aan het water. Kabelbanen zijn misschien wel de spannendste attractie. Hoog boven het water zweef je door de lucht, zo vaak als je maar wilt. Intussen zitten de kleintjes alweer in de Santa Fe-trein en maken een veilige rit. En wat dacht je van allemaal gezellig springen en duikelen op de kussens? De echte snelheidsduivels wagen zich op het racecircuit. Is het niet heerlijk om eens een konijntje te knuffelen of om de geitjes te voeren? Voor de gasten van Forel Dorado kan het niet op. Een hele dag lang vermaak, ontspanning en amusement voor het hele gezin.